Hallo, Michal Milo namens Jam, het ecosysteem mentale gezondheid. Ik kan er vandaag niet bij zijn om live een pitch te geven, dus ik neem een filmpje voor jullie op en ik hoop dat dat voldoende visie geeft op hoe wij vanuit Jam, en Jam is dus het ecosysteem mentale gezondheid, wat een beweging is die niet alleen door mensen als mij en Jim van Os, Philip Lespol en Gijzel Kloem wordt vormgegeven, maar vooral ook door 5 regio's in Nederland die sinds een aantal jaar aan het experimenteren zijn. Hoe je een ecosysteem mentale gezondheid op kan zetten. Dus ik hoop dat jullie een beeld krijgen van hoe wij een mentaal gezondheidscentrum als een onderdeel van een ecosysteem mentale gezondheid zien. Of als een onderdeel van de transitie die wij voorstaan. Dat is denk ik het belangrijkste. Wij denken dat een mentaal gezondheidscentrum een bijzonder belangrijke stap is. Maar dat het eigenlijk alleen maar zin heeft, of in ieder geval heel erg sterk versterkt wordt, als je dat ook doet in een ecosysteem en vanuit bepaalde waarde. Eerst even ter introductie. Het Mentale Gezondheidscentrum staat natuurlijk in het ISA. En ik heb de elementen die Jam heeft ontworpen samen met landelijke partners en met regio's en het ISA een aantal jaar geleden naast elkaar gezet. En het interessante daarvan is dat die, behalve dan de naamgeving, misschien soms een enorme sterke overlap hebben. Nou, daar kunnen we natuurlijk heel trots op zijn. Dat zijn we ook, dat we dat net iets eerder hebben uitgevonden dan de ISA-partners. Tegelijkertijd denk ik dat het veel interessanter natuurlijk is om met elkaar te concluderen dat, net als de boekdrukkunst, als op bepaalde plekken net na elkaar precies dezelfde dingen worden bedacht, dat dat heel zinvol is en blijkbaar belangrijk is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te constateren dat het over dezelfde onderdelen gaat. En wat ook heel belangrijk is, dat in beide gevallen, of het nou Jam of het ISA is, wordt gesproken van het is ook heel erg belangrijk om deze onderdelen vorm te geven in het kader van een transitie. Er zijn geen quick wins. De grote problemen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de manieren hoe we het tot nu toe hebben aangepakt, vragen om een transitie en een andere manier van doen en aanpakken. Nou, dat is denk ik een hele mooie. En het is ook heel belangrijk en goed dat we de kennis die we hebben, wat iedereen op dit moment aan het doen is in Nederland in het kader van regioplannen om aanvragen te doen om die transitie vorm te geven. Of mensen dat nou vanuit een Jam-kader doen of vanuit een ander kader, om die kennis met elkaar uit te blijven wisselen. Wat ik al zei, we hebben als Jam zijn we eigenlijk bottom-up opgebouwd inmiddels uit 5 regio's. We zijn een kleine 2 jaar actief in Deventer en Doetinchem. En dat zijn regio's die nu ook gaan opschalen naar Salland en naar de Achterhoek. We zijn actief in de noordwestelijke Veluwe, die in de hele Veluwe bezig zijn met de transitie volgens Jam. We zijn gestart in Amsterdam-Zuidoost en we zijn actief, gaan actief worden in het Rijk van Nijmegen, waar we vanuit jeugd gaan starten. Nou, en daarnaast zijn we met verschillende andere regio's ook in gesprek om te kijken of de combinatie van wat de regio wil en de kennis die zich in het netwerk ontwikkelt, of die op elkaar aansluiten. Dus ik wil jullie vooral even meenemen in de ervaringen die wij hebben in het ecosysteem en de plek van het Mentaal Gezondheidscentrum daarin. Nou, wat hebben we vooral geleerd? Ik denk de belangrijkste lessen, en ik hoop dat die door het verhaal ook duidelijk worden, de belangrijkste lessen zijn, om dit echt te doen, moet je transitie heel serieus nemen en dan heb je een herontwerp nodig vanuit een andere bril op psychisch lijden. Dus het is niet meer van hetzelfde, het is niet hetzelfde doen en dat ietsje beter doen. Het gaat echt om een andere manier van kijken en vanuit dat kijken een herontwerp te maken van je hele systeem. Daarom hebben we ook gemerkt en geleerd, en dat zien we continu als een hele belangrijke, maar ook een hele moeilijke. Dat betekent dat je niet eventjes iets kan bedenken en dat kan uitrollen. Dit gaat echt over co-creatie, met elkaar doorvoelen en doorleven van waarde. En uiteindelijk ook op zoek gaan naar nieuwe vormen van organiseren, nieuwe vormen van financieren. Daar kom ik op terug. En wij denken dat dit soort dingen alleen kunnen op het moment dat je dat ook doet in het kader van actieonderzoek. En het actieonderzoek is dan gericht vooral op de gezondheid van een regio. Hoe psychisch gezond is een regio en welke verschillen gaan we zien op basis van wat we met elkaar doen. Nou, hier kan ik kort bij stilstaan, denk ik. Ik denk dat we inmiddels met elkaar als grote onderliggende verandering, en dit is denk ik de inhoudelijke andere bril die, daar waar we op doelen, eigenlijk met elkaar steeds meer begrijpen dat om tot verandering te komen er eigenlijk 1 grote mate van meta-evidentie is. Dit is de taal die vaak gebezigd wordt in het systeem of door behandelaren of door psychiaters of wat dan ook. Je kan er andere woorden voor invullen, maar het gaat fundamenteel om dat om tot verandering te komen dat er een mens is, die hier patiënt wordt genoemd, die vertrouwen heeft in een behandelaar,
nou, laten we zeggen, een resource. Dat kunnen alle resources zijn die bestaan in een systeem. En dat ze samen vertrouwen hebben in een behandeling, in een ritueel, om een manier van doen. Eigenlijk weten we steeds meer dat inderdaad cognitieve gedragstherapie kan helpen, pillen kunnen helpen, maar dat ongelooflijk veel andere vormen van zorg ook kunnen helpen. Op het moment dat deze driehoek maar gelegd kan worden. Dus als er maar presentie is, als iemand maar het gevoel heeft, er is iemand die er voor mij is, die naar me luistert, die zich verhoudt tot mijn lijden, waar ik me door gemotiveerd voel, die me perspectief biedt. En dat er ook vertrouwen is in het ritueel wat je doet. Dus dat er verklaringsmodel is dat dit ritueel helpt, gezien het verklaringsmodel van degene die die vraag stelt. En dat degene die dat aanbiedt, daar ook gewoon ongelooflijk veel meters in heeft gemaakt en daar bevoegd en bekwaam voor is. Dat betekent dat er ongelooflijk veel meer resources zijn en dat die ook voor een belangrijk deel gelijkwaardig zijn. Want dat is denk ik de kern waar we het over hebben. En zeker als je het gaat hebben over een mentaal gezondheidscentrum als onderdeel van een ecosysteem of als onderdeel van een transformatieplan wat je in een regio wil. Het beeld van dat we met elkaar begrijpen dat er ongelooflijk veel al aanwezig is op het gebied van GGZ, in het sociaal domein, maar ook in burgerinitiatieven in de buurt. Nou, kijk dit hele spectrum maar door, hè. Ik denk ook de alternatieve geneeswijze waar steeds meer mensen gebruik van maken. Eigenlijk is de meta-evidentie die we net lieten zien, die laat duidelijk zien dat het, als die driehoek gelegd kan worden, deze bronnen in principe gelijkwaardig zijn. Dat er geen enkele vorm van behandeling is, of nauwelijks is. Er zijn uitzonderingen natuurlijk in het gebied van crisis, maar laten we zeggen, in het grote geheel is er geen vorm van behandeling die maakt dat het de moeite waard is om daar maanden en maanden op te wachten. Eigenlijk zijn al deze dingen gelijkwaardig. En dat is ook, denk ik, de grote opdracht die je met elkaar hebt in een transitie. En waarom ik ook denk, of wij vanuit Jem ook denken en ook gemerkt hebben, dat het er dus niet om gaat dat je de bestaande resources uit de GGZ en het voorliggend veld, of hoe je ze ook allemaal wil noemen, nog meer naar voren haalt. Maar eigenlijk waar het over gaat, is dat je deze resources in gelijkwaardigheid met elkaar vorm gaat geven, zodat je aan kan sluiten bij de vraag die bij de mensen leeft. En die gaat over hun leven, over hun context. Dat is ook een ongelooflijk belangrijke. Ze leven niet in een therapiekamer, mensen leven in een context met anderen. En hoe kun je al deze vormen die voor een belangrijk deel al bestaan, openmaken, beschikbaar maken? En wat ook heel erg belangrijk is, dat je met elkaar gaat leren dat de mensen die in het ecosysteem op deze manier met elkaar nieuwe resources vormgeven, dat ze dat niet doen vanuit een markt- en concurrentiedenken. Niet van hoe kan ik zoveel mogelijk klanten binnenkrijgen, maar hoe zijn wij samen verantwoordelijk voor de gezondheid van deze regio? Hoe zorgen wij dat mensen het beste aanbod krijgen en met elkaar op zoek kunnen gaan naar hoe ze aan hun herstel kunnen werken, gegeven hun vraag? Dus hoe laten we elkaar niet los en hoe gaan we als een ecosysteem opereren? Dat zijn hele andere vragen dan vragen die je ziet als je gaat nadenken van hoe kunnen we iets ontwerpen en zo snel mogelijk opschalen. Want dan mis je, denk ik, de belangrijkste leer of ervaring die we in regio's tot nu toe steeds tegenkomen. Hoe ga je elkaar vertrouwen? Hoe ga je elkaars resources leren kennen? Hoe kun je met elkaar zorgen dat wat we nu individueel doen veel meer in groepen plaats kan vinden? Hoe kun je eigenlijk het aanbodgerichte waarin we toch op dit moment allemaal zitten ombouwen tot een vraaggerichte? Hoe kun je combinaties hiervan maken? Nou, dat soort vraagstukken zijn denk ik essentieel en dat merken we. En dat werkt dus voornamelijk op het moment als je dat aldoende met elkaar gaat leren met deze resources. En wij merken hoe meer je dat doet, eigenlijk vanuit de resources die heel dicht op het bestaande leven staan, hoe beter het werkt. Dus je kan beter vanuit de professionele wereld leren, bijna van burgerinitiatieven, dan andersom, om tot een ecosysteem te komen. Nou, wat we zien is dus dat als je tot een ecosysteem wil komen, als je op deze manier wil leren, dan is een mentaal gezondheidscentrum met een breed aanbod, waarvan wij denken dat moet je op een heel belangrijke mate ook in groepen gaan doen. Dan kunnen mensen niet alleen van elkaar of van een therapeut leren, maar ook van elkaar. Co-therapie is natuurlijk heel erg belangrijk om te leren van mensen die met hetzelfde worstelen als jij. Maar ook de uitdaging die we met elkaar hebben voor de schaal. Nou, een van de dingen waarvan we denken dat het ongelooflijk belangrijk is, is zo'n mentaal gezondheidscentrum. Maar wij denken dat een mentaal gezondheidscentrum alleen werkt als je ook, dat heet hier trouwens in ons plaatje oorspronkelijk nog therapiehuis,
Maar het gaat ook precies hetzelfde. Alleen kan werken als je ook een andere vorm van gesprek hebt. Een herstelondersteunend gesprek. Alleen kan werken als in het ecosysteem ook recovery colleges zijn, herstelcentra, dat soort zaken. Als er ook laagdrempelig e-communities beschikbaar zijn. Als er ook mogelijkheden zijn op het gebied van werk. En als de GGZ op een modulaire manier in hetzelfde systeem aansluit. Als je één dingetje doet, maak je een puntoplossing en je zal uiteindelijk tot de transitie van je hele systeem moeten komen. Want wat je hier ziet, dit ecosysteem gaat over gelijkwaardigheid en niet over een escalerend lineair proces. Waarbij je zegt, we hebben eerst de voorliggende voorziening van mentaal gezondheidscentrum en dan de GGZ. Nee, wij denken dat al die resources gelijkwaardig zijn en dan moet je ook op een andere manier tegelijkertijd met elkaar gaan leren. Niet alleen in het ontwerp van het mentaal gezondheidscentrum, maar ook met alle andere resources die ook in de regio aanwezig zijn of nog ontwikkeld moeten worden. Wij denken daarom ook dat je op meerdere terreinen moet leren. Dit is de transitiecurve die jullie ongetwijfeld kennen van Jan Rotmans. Die gaat erover dat als je een nieuw systeem wil maken, bekend is natuurlijk waar we allemaal tegenwoordig het belang van inzien. We willen naar een andere vorm van met energie omgaan, met grondstoffen omgaan. We willen naar klimaatneutrale maatschappij. Dan weten we met elkaar dat we, dat is een hele belangrijke, dat we in kleine stappen naar naartoe moeten. Want we kunnen dat niet in één klappen. We hebben de oplossingen nog niet. En alle oplossingen die we bedenken hebben we misschien de infrastructuur nog niet voor om dat te doen. En tegelijkertijd hebben we ook nog het oude systeem. Dus het belangrijkste van transitie is om eerst langzaamaan te leren, vanuit het leren te gaan versnellen, te gaan verbinden en uiteindelijk tot een nieuwe systemen te kopen en die gaan institutionaliseren en stabiliseren. Wat daarvoor dus belangrijk is, is dat je ook bestuurlijk met elkaar meeleert. En als Jam proberen we in regio's, en daar zijn die stap zijn we nu ook aan het maken in meerdere regio's, ook met alle bestuurders hierin te stappen. Het eerste wat je als bestuurders dan met elkaar, denk ik, moet erkennen, is dat je het bestaande systeem hebt. Want heel snel denken we dat we met elkaar het nieuwe systeem zijn, maar daar zijn we nog lang niet. Dat is er nog niet. Dat is ook waarom het ISA bestaat. Dat is ook waarom we tegen elkaar zeggen, er is transitie nodig. Pas als je durft te erkennen, wij zijn het bestaande systeem en we gaan langzaamaan via mentale gezondheidscentra en alle andere zaken die je met elkaar vorm kan geven, experimenteren en versnellen. Dan gaan we ook snappen dat we net zo goed als, neem de energietransitie maar als voorbeeld, dat je ook zult moeten gaan begrijpen dat je uiteindelijk het oude wat er is op, moet gaan uitfaseren. Dat je oplossingen moet gaan bedenken van als dat nieuwe zich nu bewijst, hoe kunnen we dat nieuwe dan steeds meer gaan versterken op basis van de financiering die er al in het oude is. Dus we zetten niet iets erbovenop of ernaast, we gaan iets nieuws maken. Nou, en dit is denk ik een essentieel onderdeel van wat er absoluut nodig is om tot echte transitie te komen. Anders blijf je maar weer voor de zoveelste keer of een variant van jezelf maken die ietsje mooier of ietsje sneller is. Of je maakt een traject van een project wat op een gegeven moment tegen het plafond aanloopt en dan ook gevaarlijk gaat worden. Want het systeem heeft eigenlijk nog niet besloten om zichzelf te gaan transformeren. Je zult als systeem met elkaar, denk ik, moeten gaan begrijpen dat om dat te versnellen, je ook andere dingen moet gaan afbouwen. En als je die keuze niet hebt gemaakt, ga je de nieuwe zaak eerder als een bedreiging van jezelf zien dan als een grote kans. Dus wij denken dat dit heel belangrijk is. Dus in een ecosysteem gaat het belang van de organisatie niet meer vooruit. En dit is een hele belangrijke, want mensen denken heel snel dat ze op deze manier al denken. Maar doe even de gedachteoefening voor jezelf. Waar word je als organisatie op afgerekend? Dat is toch meestal de productie. Wat vind je als organisatie belangrijk? Dat je medewerkers in dienst blijven? Nou, dit soort zaken. Je zult een ombouw moeten gaan maken naar het belang van de gezondheid van de regio. Dat je met elkaar afgerekend wordt op het maken van een gezonde regio. Dus het gaat niet over jou en jouw organisatie, maar het gaat over een regio. Dat is een fundamenteel andere manier van zijn, van sturen, van gefinancierd worden en dat soort zaken. Dat betekent dat je ook vertrouwen in elkaars resources moet gaan krijgen. En dat elkaars is het nu. Als je een ecosysteem bent, leven je resources met elkaar samen. En hoe je daar moet komen, dat is een vorm van ploeteren die we nog niet per se allemaal kennen. Maar die stap voor stap met elkaar leren is. En aldoende nieuwe manieren van organiseren en financieren vormgeven. Dat doen we dus als Jam nu een aantal jaar. En we hebben onze leerervaringen wat dat betreft uitgewerkt in werkprocessen. In veranderateliers, in werkboeken van hoe werkt dat nou, welke stappen kun je nu echt het best doen om te doen. Dat is allemaal publieke kennis trouwens. Deze zaken kun je allemaal op internet vinden en zijn ook voor iedereen uiteraard te gebruiken.
Het gaat over dit soort zaken. Welke stappen moet je nou doorlopen met welke rollen in een veranderatelier om bijvoorbeeld een mentaal gezondheidscentrum te maken? Welke partijen heb je nodig? Hoe ga je om met eigenaarschap? Want wij denken dat niemand daar de chef van kan zijn van dat proces. Dus hoe doe je dat nu? Hoe zorg je dat je die waarde gaat doorleven? Hoe ga je zorgen dat je alles wat er al is kan versnellen, maar ook langzaamaan tot een ecosysteem kan ombouwen? Hoe kun je uiteindelijk dan gaan begrijpen van wat heb je daarvoor nodig? Heb je daar gezamenlijk gebouwen voor nodig? Daar moet de identiteit. Heb je andere vormen nodig van andere FTE's nodig? Heb je andere profielen van mensen nodig? Heb je andere campagnes nodig om te zorgen dat je de mensen met elkaar gebruikt? Nou, allemaal dit soort vraagstukken begrijpen wij inmiddels, doordat we dat tientallen keren hebben gedaan in verschillende regio's, welk proces essentieel nodig is om die stappen met elkaar te zetten en door wie. En hoe je ook in het juiste tempo zorgt dat je niet erover praat, maar dat je dat ook vormgeeft. Deze dingen zijn in meerdere regio's nu ook operationeel. Dus we zijn aldoende aan het leren. Dat proces zijn we aldoende aan het uitwerken. Elke keer proberen we daar natuurlijk verder in te komen. Dus wij zien een mentaal gezondheidscentrum als een essentieel onderdeel van een veel groter proces. En wij denken dat het pas gaat bloeien in dat grotere proces. We hebben de gedachte en ook de ervaring hoe je dat in een groter proces kan vormgeven, ook hoe je dat als los onderdeel kan vormgeven. En wat je hier ziet, is hoe we aan het nadenken zijn, hoe je uiteindelijk een transitieorganisatie gaat vormgeven. Dit zijn stappen waar regio's die hier nu 1 à 2 jaar mee bezig zijn, over aan het nadenken zijn. Hoe kun je nou niet alleen een mentaal gezondheidscentrum, maar ook een verkennend gesprek, een herstelacademie, e-communities en al dit soort zaken, de plek van de GGZ hierin. Hoe kun je dat nou al leren tot een ecosysteem doen? Welk team heb je nodig om dat te ondersteunen? Hoe ga je dat volgen in onderzoek? En hoe ga je ook bestuurlijk meeleren om uiteindelijk tot de transitie te komen? Nou, dat is denk ik het verhaal wat ik met jullie wil delen. Ik hoop dat jullie de idee steunen dat zoiets als een mentaal gezondheidscentrum, je kan het inderdaad vrij snel uitrollen. Je schrijft iets op en je gaat het doen. Kan. Onze gedachte is dat dat uiteindelijk tot een suboptimaal resultaat zal leiden. En wij zijn heel benieuwd of jullie ook delen dat je dat, als je dat langzaam bottom-up gaat doen op de manier waar ik wat elementen van probeerde aan te geven, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. En je kan gewoon starten met 2 of 3 soorten veranderateliers, dus bijvoorbeeld een verkennend gesprek en een mentaal gezondheidscentrum. Dat is al interessant, dan maak je al een begin. Dat je dan tot grotere resultaten komt en dat je in een netwerk zoals dat rond Jam ontstaat, met nu inmiddels 5 regio's, ook de ervaringen van elkaar kan delen en dat dus ook op een snellere manier kan. Nou, mocht je meer hierover willen lezen of filmpjes zien, we maken filmpjes van zowel over de inhoud als gewoon hoe die veranderateliers in de praktijk gaan. Onder het YouTube filmpje staat een link naar het Jam videokanaal, waar je dus nog veel meer kan zien en nou, als jullie meer willen weten, het spijt me dat ik er niet bij kan zijn en dus niet in dialoog met jullie kan op die manier. Laten we dan een manier zoeken hoe we alsnog in dialoog met elkaar kunnen. Want wij zijn buitengewoon geïnteresseerd in regio's die ook op deze manier mee kunnen leren. Want hoe meer regio's er zijn die kunnen leren, hoe meer we ook met elkaar leren. Oké.